na yo obongi na lokumu na masanjoli otika kikiti na yo ya bokondi okita kikati na mokili nyonso ponga na bika olimisi masumu na ngai na monite oya kokabola bolingo ya ngai na yo Vanina ngwene na yo Obongi na lokumu na masanjoli Otika kikiti na yo ya bokondi Okita kikati na mokili Nyonso ponga na bika Olimisi mabunga nanga Na monite oya kokabola Bolingo ya ngai na yo Nakotika yote Sousozalite Oya bongi na lokumu Seyo Yesu nanga Nakotika yote Mosusozalite Oya bongi na lokumu Seyo Yesu nanga Kosenga nanga nyoso yawe Kisaka mituna nanga yo ya nolaka Kolela nanga papa bizoli yo pangusaka Nasali bwana soso naseya lipapu atakome kome ya yei Ako zwanga ite lipapu nanga ise yo yesu Ebumba melo nanga ya yesu nanga Nakotika yote Nakotika yote Mosusu wazalite Mosusu wazalite Nena Namonye ba makosto bolia kilo vina nebimi na mungongo te Amen Hallelujah Tosala na nubongo Amen Amen Funa nebima, Hallelujah Amen. Zamba zwa lukumu Dat God geëerd wordt Amen Amen dat God geëerd wordt voor de aanwezigheid van ieder van ons misschien zullen zien dat ik een beetje moe ben want ik heb niet goed geslapen vanavond van, ik weet zeker vanochtend als ik of als we misschien gingen pinnen bij de muur maar dat ik gezegd dat ik thuis was gebleven Amen Amen en omdat het het werk van God is en hij heeft ons gevraagd om dit werk aan ons in ons te stellen daarom zijn wij hier zo en ik zou vragen dat jullie mij helpen dat jullie in vreugde zijn want ik zie dat jullie zo mooi zijn ja, geef in dat God je zegt wat iedereen grazie na yo amen amen halleluja amen toba ke vraiment zambe azalukumo wat veel mensen hebben geprofiteerd van het feest dat ze thuis kunnen slapen maar omdat jullie zijn bewogen is dat omdat jullie deze God kennen amen amen halleluja amen we gaan bidden voor het boodschap van God ik zou vragen mama Rachel dat ze bidt voor dit Éternel notre Dieu, notre Père, Papa, Totonge, Tokomissio. Oui. Topambolio, Papa, na mama kitoko yo siliko pese visolo sous na premi dina lelo. Yes. Papa, to bonzelio, mama kitoko oyo, tolingiko yo kayo. Oui.
Papa, tu fongoli mité manabiso liboso na opona koyoka liloba na yo. Oui, Jésus. Pamba te yo lobie te moto akobika pamba na lipate. Sa kobika na liloba nyonso ko te pai na yo. Amen. Yango na premier midi na lelo to epai na yo pona kobika bobele à travers liloba oyo ko bima na premier midi na. Yes, yes. Sika liloba oyo ko takati na mité manabiso. Ebota mbuma kitoko papa kati na mité manabiso. Amen. Pangola muumbu na papa wa disposer papa pona kolobela biso na premier midi na lelo. Wendre le sous papa na wilo fresh ko te pai na yo. Sika liloba oyo bibi papa tondi sa yango papa ya mingi afin que bimakatango nyonso pona kolesa lingomba na yo papa totie yi papa liboso na yo yo remplir ye lisusu papa na mingi na mapambo liko ute pai na yo eternel et Dieu boko na yo papa ezala tango nyonso likolo na ye sika ete oyo yo kotya likolo na ye ekita papa likolo na ba oyo bazali na se na eternel et Dieu lokumu nkembo ezonge pai na yo ete yo ozali nsambe malamu na kombo na yesu tolobi lisusu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. To koleka na ni prédication na biso lelo. Brach like don na de prêche for tonight. Oui, que non to banda ki série moko ya enseignement sur pourquoi na ni doit-il évangéliser. Ik weet dat jullie weten dat we waren begonnen over een thema dat was genoemd. Waarom moeten we preken over het woord van God? En dit thema gaan we ook verder vandaag. Maar vanaf gisteren heeft God me verteld dat ik de boodschap moest veranderen. Zodat ik kon preken over iets wat ik niet had voorbereid. Ik weet dat er vorige week Pasen was. Maar voor ons was het geen Pasen, maar voor ons was het een feest van moeders. En voor dat gelegenheid zal ik alle moeders feliciteren. Voor al het werk dat jullie hebben gemaakt. Alleluia. Amen. Want het is bien, Bible nani, même. Nani baza koloba keno ndako yo ba mama baza bata votre réserve un huis par une douche fanda est un huis dot tala ndako ba célibataire ndenge nini ezala kaik na huis waar alleen maar soki mama kosti na ndako ba vali al mudo sen huis ko ezala ka toujours na différence moko boy ezala ça doit être verandering wat ko et ça ça montré dimanche passé et dot if ze gelat ya ke non fo kaik na ndako ya ba mama dat we na huis zitten met mudo ezala papa bola bino nyonso tuli allemaal zegen na kombo na yesu matin mais message na ngai. Maar mijn boodschap voor vandaag. Nous allons comprendre quelque chose. We gaan één ding begrijpen. Pourquoi nous disons que la grâce de Dieu est descendue sur nous? Waarom zeggen we dat de glorie van God om ons laag is gekomen? Vous savez, bah, tu vas comprendre pourquoi tout solo bah que nous, Jésus a été coupé la bise. Veel mensen weten niet waarom Jezus voor ons is gestorven. Dieu m'a mis à cœur. Maar God heeft me hard gezet. Tout en la histoire wana. We lezen dat verhaal. Net te comprendre kangote. Maar we begrijpen nooit goed. Em nanga is aka la grâce de Dieu. Het thema van mij is gewoon we gaan open een hoofdstuk van Lucas. Lucas chapitre 23. Lucas hoofdstuk 23. Verset 13. Allez, van vers 13. 10 jusqu'au 25. Tot en met 25. Tot tangi Luc. We lezen Lucas 23. Lucas 23. Tot bangina 13. Van 13. Jusqu'au 25. Tot en met 25. Bible lobina bisonin. Wat zegt de Bijbel ons? Pilate ayant assemblé les principautés, sacrificateurs et les magistrats, et le peuple leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant et le peuple, excitant le peuple à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune de ces choses dont vous m'avez vous l'avez accusé. Hérode leur répondit, Hérode non plus, car il nous a envoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâche donc après l'avoir châtié. Chaque fête, il était obligé de leur relâcher une prisonnière, et il inscrira tous ensemble, fait mourir celui-ci et relâche nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une séduction qui avait eu lié qui avait lié dans la ville et pour une meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans
intention de le lâcher Jésus et il cria, crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit, pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Mais il insistera en grand cri, demande qu'il soit crucifié et leur cri l'emportera. Et Pilate dit que ce qu'il demande sera fait. Et il lâcha celui qui avait été mis en prison pour séduction et pour meurtre. Et il relâcha et il élèvera Jésus à leur volonté. Alléluia. Amen. Père, bénis ta parole. Que cette parole, Seigneur Jésus, puisse prendre place dans nos corps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tolobakana grâce. By part of glory. Ce qui te fongoli na mukanda ya Matthieu. As in the hoofdstuk openen van Matthieu. Ou bien un livre des gens. Of in the hoofdstuk van Jean. Bible des gens, le premier livre des gens, Elobi, qui entra et met le monde. Dat er wordt gezegd dat God il a donné son fils unique pour qu'enfin que quiconque croit en lui. Hij gaf zijn enigste zoon voor degene die hem geloofde. Dat hij niet sterfde, maar voor altijd geloofde. Dat betekent dus God heeft iemand gegeven. Maar misschien begrijp je dat symbool niet voor God heeft gegeven. Ik kom vandaag vertellen. Op de jouw plaats is iemand vandaag gegeven. Op de plaats van jouw kinderen is iemand gegeven. Maar dat symbool. C'est ce que Dieu m'a donné pour que nous encore à comprendre en golélo. Dat is wat God me heeft gegeven dat je dat kan begrijpen. Si tu souffres, als je lijdt, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui a pris la souffrance pour toi. Laat me vertellen dat er iemand de lijdenis van jou heeft genomen. Si tu es malade, als je ziek bent, il y a quelqu'un qui a mené la maladie pour toi sur la croix. Is er iemand die de ziekte voor jou aan het kruis heeft meegenomen? C'est comme c'est Jésus qu'on parle ici. Dat persoon is Jezus. De Bijbel vertelt ons. Et que toute une histoire. Dat we in haar verhaal zitten. Maar kan dat Jésus? Jezus werd opgepakt. En hij werd meegenomen naar Pilatus. En omdat Pilatus. Hij was een soort gouverneur van de stad. En de Bijbel zegt dat hij werd gestuurd naar degene die koning was. Maar toen hij werd gestuurd. De namen weer werd teruggestuurd naar Pilatus. Maar wanneer hij teruggestuurd werd naar Pilatus. Dat is waar we beginnen vanaf vers 13. Qui nous dit maintenant que Pilate a interrogé Jésus-Christ. Er wordt ons gezegd dat Pilatus vroeg aan Jezus. Hij zei tegen ja, ik zie niks slechts in deze man. Daarom zegt de Bijbel degene die niet heeft gedaan. Maar hij heeft zichzelf een zondaar gemaakt zodat jij en ik gered worden. Hij was niet ziek. Mais il a pris ta maladie pour que toi tu sois guéri. Maar hij heeft ziekte overgenomen zodat jij genezen wordt. Cet homme c'est Jésus-Christ. En dit persoon is Jezus Christus. Mais maintenant je t'amène quelque part. Maar nu neem ik ergens mee. Donc tu n'as qu'à ta prison. We gaan naar de gevangenis. Où Jésus était. Waar Jezus zat. Il y avait quelqu'un là-bas. Er was één iemand daar zo. Je peux dire que non place y a mutuoyo o michayomo. Ik kan zeggen dat op de plek dat persoon is. Vous savez la cacha prison. In de gevangenis. Et là qui na mutumoko banon. Was één persoon die werd genoemd? Barabbas. Halleluja. Amen. En die Barabbas, dat was? Azalaki muhibite. Togogo benga ye rebel. Hij was een soort rebel. Parce que rebelaki. Omdat hij iets had opgepakt. Barabbas was net als iemand uit Congo. Hij zegt, ja, ik kan niet toestaan dat het was net als Romeinen die leiden boven de Joden. Maar Barabbas zei nee. De slavernij kan tot wanneer? Maar
C'est pour cela Lobaki. En daarom zei hij. Asangisaki batu. Hij ging mensen verzamelen. Zodat, hij ging mensen verzamelen zodat hij opstand kon leveren. Onder de Romeinen was er een en Pilatus die net als minister was. Maar dit persoon, wat de Bijbel ons zegt, moet goed begrijpen wat de Bijbel zegt. Hij stuurde mensen zodat ze opstand konden beginnen. Dat is het eerste slechte wat de persoon heeft gedaan. Hij stuurde mensen dat ze een opstand konden beginnen. Nu begrijp je mij heel goed. Het tweede is, degene die een persoon heeft vermoord. C'est pour cela qu'on a prison. Daarom is hij de gevangenis gegaan. Selon roi romain, zoals de koning van Romeinen. Selon les lois romains, pardon. Zoals de wet bij de Romeinen. Et dans question que vous m'imoutou, was dat als je wordt als je wordt vermoord. Dan word je zelf ook, krijg je zelf de doodstraf. Dat betekent dus in de gevangenis. Dat op die dag. Degene die eigenlijk dood moest gaan was Barnabas. Want deze persoon was een moordenaar. Hij heeft een persoon vermoord. Hij heeft de omstandig begonnen tegen de wet. En zelfs als je de Bijbel goed leest. Hij wil zelfs samen met Jezus gaan. Dat ze een opstand konden beginnen. Maar laat me je nu één ding vertellen. Wanneer ze Jezus had meegenomen naar de gevangenis. Voor dezelfde veroordeling. Dezelfde oordeling. Dat ze Barnabas hadden gegeven. Ze namen dat, ze gaven dat ook aan Jezus. Halleluja. Amen. Begrijpen jullie mij goed? Bible lobby na biso. De Bijbel vindt dat ons, als je goed leest. Alobia oba nemi muto ye pa Pilate. Er wordt gezegd dat deze persoon naar Pilatus wordt gebracht. Si ba tu na nini? Er wordt gezegd dat hun worden gestuurd. Zodat ze tegen je opstand kunnen beginnen. Muto si ta ki ba tu na mubulu sete ki. Maar degene die dat had gedaan was. Barabbas. Was Barabbas. Balobi azoko bomabato. Ze zeiden hij vermoord mensen. Muto ya bandeko bomabato c'était qui? Degene die mensen vermoorden was. C'était Barabbas. Was Barabbas. Nagogo longo na kombo ya Barabbas. Ik haal nu het naam Barabbas. Ik was het. Celui qui était dans la prison. Degene die in de gevangenis was. Il avait commis tous les péchés. Degene die alle zonden had gedaan. Dat was ik. Mais écoutez-moi bien maintenant. Maar luister nu goed naar mij. Lorsque Jésus est en prison. Wanneer Jezus de gevangenis ingaat. Balobi va pécher oyo muto na salaki. Zij zijn alle zonden die dat persoon had gedaan. Wat op Jezus Christus gezegd. Alobi, ze zeiden hij was niet degene die dat had gedaan. Jezus moet als acostite, maar te basalanini, maar ze revolte contra jou. Het is Jezus degene die ervoor zorgt dat die mensen opstaan die beginnen. Zelfs de opofferaars. Zelfs opofferaars die zeggen ja, is hij. Comme loi romaine, zoals de Romeinse wet zegt. Zo iemand moet een doodstraf krijgen. Maar nu gaan we de gevangenis. Kom ze tellen jour où il fallait qu'il m'amène ma bateau ma kokende koboma na katia. Ya nani ya kwa. Net zoals de dag was omdat de dag dat mensen moesten gekruisigd worden. Barabbas is ik wat alakina kats. Barabbas was er nu onder. Ayoki siko libanda. Hij hoort niet buiten. Bato bazoko bazako ganga. Mensen zijn aan het schreeuwen. Bible lobby ils ont commencé à crier. Wat de Bijbel zegt dat mensen begonnen te schreeuwen. Fiele. Kruisigen. Kruisigen. Dat betekent dus wanneer ze Barabbas hoorde. Hij dacht dat hij het was. Parce que dans cette prison, wat in deze gevangenis. C'est lui qui mérite cette chagrin, c'est moi. Degene die dat verdient, dat is hij. Dans cette prison, oyo. In deze gevangenis. Lelo eza mukolo na ngaya suka. Vandaag is mijn laatste dag. Abandeki me mukolo banakati na ye. Hij begon zelfs tegen zichzelf te zeggen. Ah, so ki vraiment na ye baki. Als ik dit wist. Eh, so ki na ye baki ke kome. Als ik wist dat de zeus eindigen, dan zou ik dat niet eens hadden gedaan. Als hij zijn moeder had die
Alléluia. Amen. N'allons comprendre. Et que vous avez dit 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 que
Nu wordt ze gezocht dus. Parce que tant qu'on était dans la prison, bah, toen ze de gevangenis tegen, was nog een andere brief. Die ging ondertekenen dat hij werd toen ze werd vrijgelaten, weet ze niet waar parce ze naartoe gaan. Parce que déjà as un général. Wat is onze oom is die zo generaal. Yende mutatinje basoda bakende kukanga parce que wabakeli mwana ya leki na ye. Hij is degene die soldaat heeft gestuurd zodat ze haar konden oppakken. Dat is degene die heeft vrijgelaten. Die is ook in de gevangenis. Alleluia. Ik moest daar naartoe komen. Want we moeten een. We moeten nu zoeken. Om te zeggen dat degene die heeft gegooid is de zoekende. Dus zusters, wat je leuk doet. Mais si Dieu a permis que Azala, Azala au hôpital, tout va bien comme Mandela Ndji. C'est une fille qui a ce genre de tout ça. Deux semaines qu'Azala est à l'hôpital parce qu'Azika est tellement macasse. Maltais a trouvé que dans une fille qui a ce genre de tout ça. Et il veut tout faire. Pour la parole, Sandra. Pour les gens qui ne connaissent pas Sandra. Mais j'ai une nuit lichte dans Sandra. Parce que pour toi, wana sikoyo. Dus dat modder heeft haar eigenlijk aan velden verhaald. Om je te laten zien diable, dat de duivel niet van ons houdt. Il est prêt pour nous accuser. Hij is klaar om ons te oordelen. Zoals de Jezus had oordeeld. Maar wat ik jullie wil vertellen. Mais lorsque diable t'accuse, wanneer de duivel je oordeelt. Kende ko sing intervention pa Yesu Masia. Ga zoeken naar het tussenkomen van God. Want hij weet hoe hij de tussenkomen van God is. Want dat wanneer jij zelf wilt gaan doen. Oko sanga mem na raison oyo zalaki nango. Daarom zegt de Bijbel ons dat wij niet zijn. Maar onze kracht is in Christus. Barnabas ging in de gevangenis in. Wanneer hij de gevangenis is, dacht hij dat hij geen woorden was. De laatste dag dat hij leefde. Dat wanneer hij zag dat de oordeling van Jezus was. En hij zag wat hij had gedaan. Hij zegt deze persoon ik ken hem. Hij is weggegaan van die tijd. Hij kan dat soort dingen niet gedaan hebben. Maar laat me vertellen. Wat Barnabas niet wist. Barnabas wist niet dat er iemand was die zijn plaats zou nemen. Wanneer ze naar Barnabas kwamen. Ik begon dus dit ding, deze stukje te realiseren. Wanneer ze een persoon vaststaat in de gevangenis. En hij wordt veroordeeld tot doodstraf en zijn laatste wens. En wordt er gevraagd, wat is je laatste wens? En daarna, wanneer hij zijn laatste wens gevraagd is. Daarna wordt er gezegd, ja, we zullen op dat tijdstip boeken. Ja, ik denk ook op dat tijdstip dat bijna. Want hij werd geschreven Barabbas. Barabbas kan niet zeker realiseren dat ik ook had. Hij denkt dat zijn tijdstip afgebroken is. Hij zei nee, mijn tijdstip is nog niet afgebroken. Maar omdat mijn tijdstip nog niet afgebroken is, heb ik nog mijn laatste wens. Maar wat hij was vergeten. Pilate zei tegen Barabbas, je bent vrij. Barabbas kan niet ah. Barabbas zei wat? Naza libre koma. Hoe ben ik vrij? Alobi oza libre. Hij zei je bent vrij. Pourquoi? Waarom? Parce que zana moutu moko asli plaats na yo. Omdat er iemand is die jouw plaats heeft ingenomen. Barabbas a mitouni. Barabbas vroeg zichzelf. Stoi aza nani. Dit persoon wie is dat? Asta a yebi me mungaite. Hij kent mij niet eens. A yebi ni plaats na wutate. Hij weet niet eens waar ik vandaan kom. Me koma moutu a koko zo plaats na ngai. Maar hoe kan deze persoon naar mijn plaats ingenomen? Halleluja. Amen. Jezus zana bezok. Jezus heeft niet nodig om te weten waar hij vandaan komt. Of voor jou te sterven. Wanneer hij kwam. Hij vroeg niet om een conditie. Hij
éternel. Ik zal alles doen. Om te weten of dat voor de gedachte van het is. Dat ik alvast kan vluchten. Dus ik weet niet als hij Jezus heeft gevolgd. Want als ik dat als ik zeg laat, dan zit ik de Bijbel vertelt ons wanneer Jezus wordt meegenomen. Waren drie kruisen. C'est-à-dire que non. Dat betekende. Il y avait une croix gauche. Er was een kruis rechts. Il y avait une croix droite. En er was links ook een kruis. Et une croix au milieu. En in het midden was ook een kruis. Je pense que lorsque Barabbas a commis le sabbat croix wana. En ik denk was wanneer Barabbas voor al die kruisen kwam. À gauche. Voor de linkse kruis. À talon et à droite. Hij kijkt naar de rechtse kruis. À l'obéir et à ma compagnie n'engage pas la qui n'a pas encore prison. Hij zegt dit zijn mijn mensen waar ik mee in de gevangenis zit. Mais au milieu, voilà qui est allant. Maar deze middelste die was eigenlijk voor mij. Mais comment on a la Maar hoe kan ik niet op deze plaats gaan? Naza libre. Ik ben vrij. Naza libre. Ik ben vrij. Mais bien aimé, je suis venu te dire. Maar mijn geliefde, ik kom je vertellen. Je bent plus bloqué. Je bent niet zo. Er is geen blokkade meer voor jou. Er is geen gevangenis meer voor jou. Dat we deur van de gevangenis hebben genomen. Ik wil dat je begrijpt. Jezus zei, ik blijf hier. Zeg je wel, ik heb je al naar je 5 jaar. Als u met hem samen 5 jaar bent, dan is het 5 jaar. Ik pak die 5 jaar. Maar laat hem vrij. Ik wil dat hij vrij is. Want ik ben voor hem gekomen. Mijn geliefde van hem. De Bijbel zegt niemand was toegeriefd om de Bijbel te openen. En de oordeling van jouw leven. Niemand. Niemand. Niet je moeder is niet genoeg. Of je vader is niet genoeg. De Bijbel vertelt ons. Hier is de glorie van God. Hij heeft zichzelf gegeven zodat jij geliefd bent. Hij heeft zichzelf een zondaar gemaakt. De Bijbel zegt dat zijn kleren werden afgetrokken. Qu'il fallait pas qu'il meure avec les habits. Maar dat was omdat hij niet gekregen had met de kleren. De Bijbel zegt dat die kleren jij niet aanmaken. We zijn naakt. Parce que tu avais péché contre Dieu. Om deze te zonder tegen God. Que l'Éternel se souvienne de toi. Het moest dat God ne zich herinneren aan jou. Je moet niet meer huilen. Ne pleure point. Daarom zei hij niet meer huilen. Parce que voici l'agneau de Dieu. Dat hier is de glorie van God. Qui te fait pécheur pour que toi tu sois béni. Il faut se faire voir la grâce. Ik dacht dat jullie amen zouden zeggen. De slechte gewoontes hebben geen plaats te hebben. Barabbas al. Alle fouten die hij heeft gedaan. Al was het zijn laatste dag. De Bijbel zegt dat het laatste woord aan God is. Maar deze God. Die heeft zichzelf op plaats gesteld. Je zou misschien vragen waarom heb je deze dingen gezegd. Om je te vertellen. In de plaats van Barabbas hadden we zet jouw naam daar. Parce que dans la prison, wat in de gevangenis. Y avait un certain Mika. Was er een y avait un certain John. Er was een persoon. Die allemaal mensen had vermoord. Die een dief was. Die meritait que nous fatigue à la prison wana. Die het eigenlijk verdiende om in de gevangenis te blijven. Même pas un mois se défendre. Ik kan niet eens een woord zeggen.
preuves étaient contre moi. Alle bewijzen waren tegen mij. Toutes les accusations étaient pas fondées. Alle veroordelingen waren contre mij. Mais lui, il s'est vu. Maar hij kon het wel aan. Hij zei nee. Je prends tes péchés. Donc, ik pak al je zonden. Moi-même, je vais les porter. Ik zal ze zelfs dragen. Die man blaast ons wel niet. Ga weg uit de plaats waar je bent. Je suis venu te dire, tu sors là où tu es. Ik kom niet vertellen om te zeggen dat je moet weggaan uit de plek waar je bent. Want er is al een persoon die daar nu is. Dat jij vrij blijft. Dus alle dingen die je hebt. Dus hij neemt het. Er wordt gezegd dat hij een zonder heeft. Dus wanneer jij wordt gezegd. Jezus sprak die vervloeking. Hij draagt het. Hij begint je zegen te geven. Je bent niet meer gezegend. Maar je bent gezegend. Oh. Alléluia. Amen. C'est ça le but que Jésus était venu. Dat is het doel waarvan Jezus is gekomen. Realise à qui tu es en train d'adorer. Maar mijn geliefde moet realiseren wie je bent. We moeten al die dingen van schrijven loslaten. We moeten boven dat gaan. Bible lobby, hein? De Bijbel zegt. Il y avait trois croix. Er waren drie kruisen. À la gauche de Jésus. Aan de linkerkant van Jezus. Dat was één dief. À la droite de Jésus. Aan de rechterkant van Jezus. C'était un violeur. Misschien was het een verkrachter. Qui méritait même la place. Die eigenlijk niet was eigenlijk. Lobby, la biso, hein? Maar het midden werd ja, een zijn. Was de zoon van de eeuwige God. Halleluja. Amen. Laisse-moi te dire. Laat me vertellen. Natango yakala. In de oude tijden. Mensen worden gemaakt. Er is een verschil tussen de kruisen in het midden en de andere kruisen. Want de Bijbel vertelt ons. Voordat iemand werd gekruisigd, werd de ander gemaakt. Maar voor jou werd Jezus eerst geslagen. Mijn geliefde, laat me vertellen dat je moet niet op iemand denken. Iedereen werd vastgebonden. Ze werden zo vastgebonden. Mais pour Jésus, maar voor Jezus. Jezus kreeg drie spijkers in zijn handen. Wat hij moest was Esaïe. De kind van de Heer zal komen. Door zijn bloed. Zullen wij pas leven krijgen. Datgene moest eerst voorbereiden voor Isaïe leven. Daarom kom ik vandaag één persoon vertellen. Misschien ben je voor jouw laatste dag van je leven. Misschien ben je voor jouw leeftijd. Of voor alle oorlogen. Ja, ze zeggen misschien, kijk eens. Dat hij is gekomen, dat hij niet zo blijft. Maar vertel hem dat de kamer naast mij kan gaan zitten. Is één persoon. Hij heeft zichzelf een plaats gemaakt. Hij is vanuit de hemel. Hij is omlaag gekomen te zeggen. Want ik neem jouw plaats. Wanneer Jezus bij Pilatus was. Hij zei tegen Pilatus. Mijn leven hangt niet van jou af. Wat was het voor mij afgelopen? Kon je me ook vrijlaten? Maar mijn leven hangt af van degene die boven zit. Halleluja. Je bent niet zomaar iemand. Je bent niet zomaar iemand. Degene die dat heeft meegemaakt was Barabbas. Zijn laatste dag. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet wat voor woorden zijn gebruikt. Maar ik ben je komen vertellen. Wanneer jij paas aan het vieren bent. Moet je herinneren. Dat in de gevangenis waar ik was. Is één persoon gekomen om mij draait te halen. Neem dat kleine stukje. Pardon, je s'est trompé dans verset 25. Balobi, il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre. Et qu'il relâche et il réclama et il livra Jésus à leur volonté. De Bijbel zegt, hij liet Barabbas de moordenaar vrij, maar Jezus leverde hij aan hen uit. Zij mochten hem laten kruisigen. Hij liet Barabbas de moordenaar vrij. Halleluja.
Vive-toi aussi en France. Et pas na biso malobi, on relâche seulement celui qu'on avait mis en prison. Mais j'aime cette version. Malobi, basu ba libérer Barabbas. À votre acte, qui était baptisé et mis en prison qui méritait la mort. Did the murder have been for us for all God's sake? Et condamné à sa place. Mais celui-ci est juste pour amener la place. Mais bien aimé, tu sais pas pourquoi tu es encore vivre. Mais ma vie de veille n'est pas pour rien. Mais finalement, c'est pour orienter. My life is not for me. Mais finalement, c'est parce que quelqu'un est mort pour toi. My life is that I'm a doubter for you. Alors lorsque tu vois ta famille ne marche pas. This one is not that all is not. Alors sur la troisième croix qui était au milieu. Commence à pleurer sur cette croix-là. Begin te huilen bij dat kruis. Dis-toi, tu as pris ma place. Zeg tegen hem, je hebt mijn plaats genomen. Je m'avais dit qu'il n'y aura plus dans ma vie. Je me vertelt dat alles goed is. Je serai pas en ik zal niet in schatten zijn. Parce que l'homme m'a sonné dans la gomba Golgotha. Ik had mijn schatten meegenomen. Daarom ben ik vandaag gekomen. Om u te vertellen. Wat zeg je voor mijn leven? Mijn geliefde, je bent een plaats. Dat hebben mensen gezien dat mensen echt storen voor hun dat is. Maar we hebben een grote monument in de stad. Het is Jezus van Nazareth. De Bijbel zegt dat hij zelf in de stad. Om zelfs de sleutel te halen. Om jou die sleutel te geven. La prie, la dus wanneer hij de sleutel heeft gevonden. Dat de Bijbel zegt dat alles wat je ook zeggen zal boven gebeuren. Dat nu heb je een kracht. Een strijd voor je familie kan je aangaan. Je moet weten dat het al in mijn hand is. Dat ik zelf heb er al zo overgeven. De Bijbel zegt dat de God hem niet eens kon laten vallen. Halleluja. Pilate a koufa ba kundaye. Pilate stierf en hij. Rod a koufa ba kundaye. Rod werd ook stierf ook en hij. Barabbas la liberaka a koufa ba kundaye. Barabbas die is vrijgelaten. Maar de Bijbel vertelt ons. Celui-là. Hij, dat persoon. Oye ba kundaki. Die werd. Dès le troisième jour. De derde dag. La terre a commencé à trembler. De grond begon te trillen. Parce qu'il était là en train de combattre pour toi. Want hij was daar aan het vechten voor jou. Il était là pour aller libérer Barabbas complètement. Hij was daar om Barabbas vrij te laten. Vous savez, mes bien-aimés. Jullie weten, mijn geliefde. Et lorsque la tangue histoire à Barabbas. Wanneer ik het verhaal van Barabbas heb gelezen. Gaf het mij één idee. Moutoua se revoltaka azanay. Degene die in opstand gaat, dat is. Zodat hangen naar Mukanda Genèse. Als je leest het hoofdstuk van Genèse. Wordt er gezegd dat een engel van licht is. Maar die een engel van de duisternis is geworden. Degene die verzorgde voor de muziek van de God. Die de God, die de eer van God kwam. En hij wist hoe hij de hart van God moest raken. En dat persoon is nu de vijand geworden van God. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Ik wil jullie eigenlijk iets vertellen. Alleluia, dit persoon. Hij is de grafsteen ingegaan. Hij is de grafsteen. Wanneer de grond hem had gepakt. Zeiden ja, we eten mensen. Deze persoon. Zeiden ja, de koning komt. Hij niet. Hij kan niet hier blijven. Ik dacht zelfs in de grafsteen. Daarom werd het begin. Want zelfs de doden zijn. Hij kan niet met ons op dezelfde plaats zijn. Dit is niet jouw plaats. Dat betekent dus met de kracht die hij had. Degene die naast hem daar waren, die voelde dat. Je bent niet zomaar iemand. Ze moeten weten dat hij die naast hem heeft. De kracht voelen van degene die het opgestaat. Je moet de demonen van je familie moeten weten. Degene die jouw plaats heeft gegeven. De kracht die hij jou heeft gegeven. Wanneer je loopt op straat. Je moet met je hoofd over.
quelqu'un qui est assis là-bas. Stel dat er iemand daarboven zit. Ses yeux fixés sur moi. Zijn ogen zijn te open. Ga je links naar rechts. Dat de leeuw van Juda is. Ik zie dat jullie mij niet begrijpen. Halleluja. Amen. Oh, tous ont commis sans zambé ya solo. Lorsqu'elle a comprendre les somnani na zui sango ya leki nanga. So, wanneer ik datgene van mijn zus dat gehoord. Na comprendre qu'il y a quelqu'un qui m'aime avant que le monde est là. Begreep ik dat er iemand van mij hield voordat de wereld er bestond. Wat er zijn mensen. Omoni potopoto na moli kolo toko comprendre. Misschien begrijpen jullie zo modder. Mais na tolo c'est là où il y a motema. Maar bij op de borst is waar het hart zit. Maar tweede gaas brandwonden. Daar raakt het bijna je hart. Maar wanneer ik met haar praat aan de telefoon. En ze praten gewoon normaal. J'ai compris pourquoi Zamba Lubi. Faut comprendre ma camboy. Begreep ik waarom God vertelde dat we dit moesten begrijpen. We zijn Barabbas. To merita ki liwa. We hadden de dood verhaal. Onze ouders hadden niet verkocht om te leven hoe ze het maar is iemand die de graf kiest. Hij zei nee, in de gevangenis. Het werd niet gezegd voor niks dat Pilatus was. Want ze wisten bij Pilatus dat hij moest vrijgelaten worden. Om te laten zien. Dat God zijn zoon heeft gegeven. U zegt dat misschien. Mais comprendre que non c'est fait réellement. Maar begrijpen en vertellen. On a donné Jésus. Jezus werd gegeven. On a libéré Barabbas. Ze hebben Barabbas vrijgelaten. Parce que la troisième croix était destinée à Barabbas. Want de derde kruis was voor Barabbas. Il y avait quatre croix. Maar waren er drie? C'est-à-dire que deux milliers wana. Dat betekent dus die twee plus Barabbas. Plus Barabbas. Mais cet homme a dit. Maar dit persoon zei. Maar zijn tegenwoordigheid waarvan de wereld denkt dat God is. Datgene dat neem ik. Maar mijn geliefde, je moet niet denken dat ik het over ik ben. Je bent van waarde, want er is één persoon die veel van je houdt. Halleluja. Amen. De tijd van vrijlating is God heeft jou vrijgelaten. In de weg van God zijn we al vrij. En daarom, wanneer ik dit had gehoord, ik zei ja, ik moet mijn rol weer spelen. Want wanneer ik mijn vader had gebeld, hij zei, ik heb één ding begrepen. Het is alsof iemand tussen die twee dingen zit. De kinderen die, die hun moeder hadden verloren. De andere hun moeder zijn dan nog. En nu horen ze. Dat is datgene wat ik heb begrepen wanneer ik met haar aan het praten was. Dat ze begrijpen dat ze hun modder gooien over degene waarvan de overleed. Al bij de dood van haar moeder was ik al degene die verzochtte. Dat ik haar vermoord, dat ik haar stil blijf. En nu horen ze ook dat ze haar proberen dood te maken dat ik haar kan lachen. En nu moesten laten zien dat Naomi, dat kind heeft gezegd dat hij heeft. Ik wil hem niet meer zien. Hij is gewoon een demon. Halleluja. Ik vertelde hem één ding. Speel je rol van vader. Alle twee zijn het je kinderen. Osala banoko plezier. Je moet niet zoeken om je oom een plezier te doen. Nani, mama ya mwana wana plezier. En ook niet de moeder van die kinderen plezier. Mais luka wo jouw rol na yo ya bo papa. Maar speel je rol van vader. Parce que wo yo pe aza kunaza, moto na yate za makasite. Wat dan geen de overheid eet het niet goed. Ze heeft medische zorg nodig. Wo yo kamer na yo ndenge nye za ko, ko kende. Zodat je kunnen zien hoe zij dat goed gaat. Mais yiku na soke ma posa na ye poli. Oko ye ba, ndenge ni. Maar bij de andere zijn wondingen voorbij gaan. Asengi na yo. Ik vraag aan jou. Zoals je nu degene aan het zoeken bent. Zoek die andere ook.
pour que tant on a kobenga. Want je weet wanneer hij... Gaddafi to Saddam Akochi. Gaddafi of Saddam Akochi. Jullie gaan vanzelf rustig de boekraam uit. Halleluja. Amen. Maar nu... Nakatia Yesu. In Jezus. Apesa biste loko moko. Hij gaf ons één ding. Komi pena kweisi bayoki. En er wordt ook gezegd, ik laat vallen en ze luisteren. Ofanje yinji balobito bengana nu ya na bango. Het wordt slechter als je zegt, ja, we zullen even de broer bellen. Ça cause de cet homme. Dat komt door de Pilate aboya ki ko libéré. Dat Pilatus niet meer. En zodat hij kon weten dat ik moet doorgaan. Als generaal, dat als ik zeg ja ook. Die dingen, daar ben ik niet blij mee. Los ka kangista ki muto ya bomaki mama na ni doktero ya bomaki mama na biso. Wanneer de dokter had opgepakt waarvan die. Zijn nu ja nu ze naar. Is onze moeder terug? Afanjinie. Hij zei niks. Na je bent hier apart, ja, loop je weer in de boel. Vanaf morgen wil ik hem uit de gevangenis zien. Halleluja. Nu tolo babo de dokter aan zijn lip. Dus als je nu zegt, de dokter vrij. Kan zambe agije. Ik zei, laat God. Halleluja. Mais bien-aimé, laisse Dieu prendre ta place. Mijn geliefde, laat God jouw plaats nemen. Ne prends pas ta place, non, la place de Jésus. Neem niet de plaats van Jezus. Parce que ba linga ki ko sa place ya Jésus. Want degene die de plaats van Jezus kan nemen. Weet je aan het kruis van de twee personen. Moi, quoi, comprendre, mais c'était pas trop tard. Eentje begreep het, maar was niet te laat. Mais la sous qui bongo parce que c'était déjà trop tard. Maar de ander was doorgestorven, maar omdat mais het te laat was. Mais bien-aimé, ko sa retard, te ko sa la peine avance te. Mijn geliefde, moet niet te laat zijn. Mais ça va, n'est-ce pas qu'il nous fait maar wees op dat tijdstip. Aan het kruis zei hij. Als je kan herinneren aan mij in jouw koninkrijk. Jezus zei tegen hem nu. Je gaat met mij mee naar het koninkrijk. Het is zijn maar dingen. Het is maar zijn maar dingen. Die de deur zullen openen. Mijn geliefde, kijk nu naar de vleugel. Ons leven is waarvan je denkt, ja, ook best wel aan de hoek en je moet terug. Als je gaat, ga je ook. Je moet weten dat als je gaat terug, dan moet je terug. Maar laat me vertellen. De liefde van God heeft overwonnen. Zodat jij kon zeggen. Als je helpt, dan wil ik het niet meer. Want je geld is een weg. Als je een probleem hebt. Non pas que mon problème a trouvé déjà la solution. Dat mijn probleem parce que oui, il y a déjà solution. Dat degene die de gasten in de zee gaan, heeft al een oplossing gegeven aan mijn probleem. Hij zei tegen hen, ga weg met al je schulden. Wanneer Barabbas werd vrijgelaten. Hij liet alle de voordelen libre. De Bijbel zegt dat vrij wanneer wordt gezegd vrij is het ook vrij. Om te lopen over straat. Een politieagent heeft geen recht meer om hem te raken. Halleluja. Amen. Dat is de vrijheid die jij hebt gegeven. Je werd uitgescholden. Dat is iemand die daarin is. Hij zei jij dat ik wil dat worden. Dat jij een trouwrijk krijgt. Waarom schaam je voor jezelf? Waarom ben je bang? Waarom tril je? In onze glorie van God. Die zijn liefde geven. Het doel van God was, ik zal je eindigen.
was dat eigenlijk om te begrijpen. Je viert Pasen, maar weet je waarom je Pasen viert? Ja, Jezus is voor mij gestorven aan het kruis. Maar het was een voorbeeld van dit persoon. Als je oplet in de Bijbel. Alles in de Bijbel heeft een kleine voorbeeld dat je kan laten zien hoe het met jou is. Barabbas was vrij. C'est-à-dire que Jésus était venu pour te dire que non, ma kamuna yeko sa les a masoloté. Bon exemple, il y a Barabbas qui était criminel. Volgens voorbeeld van Barabbas qui était criminel was. C'est lui qui se révolte contre Nani Bato et Zali Diable. Want degene die omstandig is, die se révolte contre Dieu. De Bijbel zegt dat Jésus est venu pour réparer maintenant tout ce que Diable a fait dans ta vie. Maar Jezus is gekomen om alles te repareren wat Diable heeft gedaan in je leven. Om het weg te halen uit de gevangenis waar de Diable heeft neergezet. Et pour te donner la liberté. En om jou de vrijheid te geven en de hoop. Quelque chose que tu as fait. Maakt uit wat je hebt gedaan. Namakila na Yesu Messiah, tu peux être pardonné. Met het bloed van Jezus Christus zal je vergeven worden. Quelque soit ton passé. Maakt uit wat voor verleden. Par le sang de Jésus, tu es libre. Maar door de bloed van Jezus ben je vrij. Alleluia. Amen. Que Nzamba pambola parole na ye. Dat God zijn boodschap zegent. Parole na ye na dat God zijn boodschap zegent in de naam van Jezus. Amen. Amen. Togotele ma bisonyoso. We zullen met z'n allen opstaan. Tozoa 5 minutes apamba. We zullen 5 minuten nemen. Realize me bien aimé. Place ya Barabbas. In de plaats van Barabbas. Banda ko realize makambo yo sala. Begin te realiseren alle dingen. Banda ko kanisa oyo salaki. Begin te denken aan alles wat je was. Na katja prison. In de gevangenis. Jezus wou dat we in de gevangenis konden. Jezus wou dat we dat we deze persoon konden. Omdat jij ook onder hen was. Maar realiseer nu. Heb je het verdiend om de stem van God te horen? Maar de Bijbel zegt ons dat hij was gelovig. Dus nu vraag om vergifnis. En dat zijn bloed jou schoonmaakt in de naam van Jezus. Limbisa, o limbisa, kolo limbisa. Limbisa, o limbisa, kolo limbisa. Hallelujah, limbisa, masumu manga. Yahweh limbisa. Hallelujah, limbisa masumu nanga. Yahweh limbisa. Oh, pambola Yesu, pambole ye. Hallelujah, pambola Yesu, pambole ye. Oh, hallelujah, pambola limoyi nanga. Yahweh pambola. Hallelujah, pambola, pambola, Yahweh pambola, oh, petola, kolo, petola, Yahweh petola, oh, petola, Yesu, petola, Yahweh petola, hallelujah, petola, pambola, Yahweh petola, oh, hallelujah, petola. Bandako bondela maintenant mes bien-aimés. Bandako bondela. Kota na kati ya prison. Na sengio kota na kati bisika yo zalaki. Bandako réaliser ce que toi tu étais une autre fois. Est-ce que tu mérites le loba benga yo frère en Christ? Est-ce que ça qu'on mérite le loba benga yo frère en Christ? Est-ce que ça qu'on mérite le loba tu batala yo pe? Mais maintenant, mes bien-aimés, commence à réaliser. Banda ko réaliser na lingi mono kona yo ezala ya kokanga mate. Réaliser maintenant, mes bien-aimés. Ozalaki moto pamba. Tozalaki na tina te. Mais il y a quelqu'un qui nous a donné cette tina. Pour être le lobby soto salawana. Après ça, qui bomo yina ye. Ajia kabimwana na ye moko. Poche yo obima bisiko zalaki. Banda ko bondela s'il vous plaît. Bondela na kombo na Yesu Masi. Bondela na de Jésus Christ. Oh Jésus, Père de gloire, ta
Zala toye pa ina yon yon zambe na yola. Toye pa ina yon zambe. Na yon azalaki djunite, Seigneur. Na kacha zamba, na kacha boloko na zalaki. Yako finda, yako tonga, yako yina zambe. Na yon moutu na zalaki moyibi zambe. Ndumba peo ye batuwa koka kubwa kela soy. Na yon bapesa ki nda yikombo, Seigneur Jesus Christ. Na zapu belo ye batu nyoso babanda kubwa kela soy. Na zambo yaki. Nena na likolo mona kingai. Tu as décidé de venir de choisir seulement prison yongai na kangamaki pour que vina nga yebiki sama. Tala pourquoi na yiko pambola yo. Tala pourquoi na yiko neto na yon zambé. J'étais pas digne, mais tu m'as dit, Seigneur, tout était accompli sur la croix. Merci Jésus, parce que lorsque Nazako fête Pâques, Nazako comprendre bisukozwa kingai. Lorsque Nazali komona mokola lelo, je réalise à qui ce Dieu-là que non je suis en train d'adorer. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le Seigneur des Seigneurs. Toko bonde la main, c'est la bisignons ensemble. Kobele la makilana yeso. Eza la bouclier na biso. Eza la nani armé na biso. Pour nous protéger biso contre bataque nyonso. Parce que diable ne a limité les champs oyo salaki. Mais bite na yezali maintenant pour nous koyako détruire. Vina yo, du bota na yo. Pwetse obi mana champs oyo sala yako landa yesu masi. Yango bele la makila na yesu. Tobonde le nom de Jésus Christ. Priez maintenant mes bien-aimés. Invoquez le sang de Jésus. Manda obele la makila na yesu na bomoi na yo. Bele la makila na yesu na bana na yo. Bele la makila na yesu na batomene nyonso yezali kotambo na pe. Bélela le sang de Jésus, que ce sang la parle favorablement. Natina na yo. Bélela makila, invoque le sang, le sang de Jésus Christ, le sang de Jésus Christ. Bélela makila na yesu ekita. Bélela makila na yesu zwa contrôle. Et zwa contrôle la vie na yo. Bélela le sang de Jésus Christ. Merci Jésus pour ton sang et l'œuvre que tu accomplis sur la croix. Au nom de Jésus Christ, na pambolio. Nakosenga na mama mika kubondela. Nakombo na Yesu. Kutika oto yoki na maboko na nzambe. Pe kuzala rekonesa na oyo nzamba sala pona biso. Nakombo na Yesu. Hallelujah. Tubondele na mama na biso. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, oh alléluia, oh merci Jésus, oh merci Jésus. Merci Jésus, alléluia, 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 alléluia. Merci mon consina Lola. Yes. Merci Yahweh mon consina Milaka. Yahweh papa te remercie en salé. Oh, yo, 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 yo
Merci papa, merci Kolo, Poyo ya kiko kufu la piso. Oh Kolo, zimplasi ya Barabas, mon conjuna Lola. Ye o ya sala ki makambo ya mabe. Ye o ya ressembla ki bato. Ye o ya pesa ki mamiti bato. Ye o ya lingaki. Ye o ya boma ki bato. Yes, yes, hallelujah. Neto la mana yo mponji mambo la mana yo na tina na yango poyo zali mbe mala o yesu kolo na lolo na kolo banini kolo na tina na yo na zali komona mama boti mwana na ye kole maye mama o yache mwana na ye na libubu netu mwako mwaka mwana kasi ya zambe o yesu o lati toto na mwana Malade, pambola ensemble, mon ami, mon asanga ya koliate ya komela kolo, kokisa posa ya motema na ensemble, pamba choza linzambe, o yesu, baza li kolesa elanga na yo butupe moi, neto la mankolo, pambola ye, misala na ye maboko pambola, libota na ye pambola, pambola bana na ye mwasi na ye, pambola nyoso ya bomo ina ye, o nyoso akosenga na bibe mona ye kokisa, pamba te ozali nzambe, oza nzambe otika linzambe, tobonde libo emo konjina lola, na kombo na yo yesu masia, oya ya kito kufane kulusu na tina na biso, tolo bibiso na so, gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ. Alléluia. 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 Mama. Alléluia. Tu as pris ma place pour que je sois sauvé. Alléluia. Je te remercie pour cette parole. Alléluia. Les dieux révélateurs, je te dis merci. Alléluia. Je te dis, Seigneur, tu es merveilleux et excellent. Parce que c'est toi. Alléluia.
que cette parole au travers de tes enfants. Merci. Laisse que cette parole prenne place, Éternel. Merci pour tes révélations parce que tu nous aimes, Éternel. Il y a des choses que nous lisons mais nous ne comprenons pas, Seigneur. Mais c'est lorsque tu nous parles que nous comprenons les grandeurs de l'œuvre que tu as accomplie sur nous. Avant même d'aller sur la croix, tu as fait une chose, Seigneur Jésus, change. La croix, c'était seulement pour accomplir. Il avait mes péchés que j'avais éternels. Mais tu m'avais libéré de la prison là, lorsque j'étais encore enfermé. C'est pour cela que je t'ai dit, Seigneur, de tout mon cœur, tu es merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur, de protéger toutes nos familles et nos enfants. Et de nous faire, Seigneur, des gens particuliers pour les autres et étonnants pour nos ennemis. Parce que tu es merveilleux, Jésus. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, la connaissance et la compréhension de comprendre cette parole par le nom de Jésus-Christ. Là où moi je n'ai pas, Seigneur, je n'ai pas pu arriver éternel, laisse que tu fais faire entrer cette parole pour ta gloire. Que chacun réalise l'œuvre que tu as accomplie pour sa vie. Au nom de Jésus. Bénis maintenant l'offrande que nous allons te donner. Que cette offrande puisse porter, Seigneur Jésus-Christ, quelque chose pour l'avancement de ton œuvre. Et que chaque main qui va, Seigneur, te bénir, que cela soit béni. Parce que tu as dit, celui qui portera dans ta maison, il sera béni. Bénis l'œuvre de chacun de nous. Et ceux qui ont des difficultés, Seigneur, des finances, je demande que tu ouvres des grilles des cieux pour que leurs finances soient ouvertes au nom de Jésus. Et maintenant que ton sang purifie celui qui garde cet argent, qu'il lui donne la connaissance et l'intelligence pour ta seule gloire. Et nous avons tous prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Avant de payer cette offrande, tu te bondes na kosenga na mama mika ali kaliboso azana quelque chose à koyebisa bana na nzambe. To mama tika micro na yozo micro mususi yangoyo. Amen. Est-ce que tu kokou betela Yesu maboko? To betela Yesu maboko ko. Amen. Nzamba alléluia. Nazana esengo mingi. Alléluia. Nazalina esengo mingi ya kotele maliboso na bino lelo pona koya ko remercier bino na oyo bosalaki pona anniversaire ya Gevin. Ezo salanga mawa, ezo salanga esengo. Na moni ke toza na biso ebele te me bolingo oyo na lingi vraiment e continuer. Amen. Po musapi moko mokile lobi eskola ke longi te. Me lokola to simbana ki les uns et les autres to sali likambo pe e monana ki vraiment na miso abatu. Amen. Vraiment nazana azote nazana osenga merci na kombo ya Gevin. Mm-hmm. Po azoko kate ko le kaliboso po na koya osenga bino merci. Oui. Aza vraiment touché, aza touché mama Nicole Nzamba pambola yo. Mm-hmm. Yaya Nzamba pambola yo. A pambola yo, a pambola yo. Bino nyo sotunde bozali a mutu te azangi kotia un pierre. Yes. Donc bino nyo so bosimbaki. Oui, oui. Bino nyo so ne bovandi a okuna sungaki na misala, okuna pesa kimbongo basumbe loko boe. Donc bosungi papa pesi biso voiture, yaya filmé akangi ba photo. Donc bosunga ki yango na lobi vraiment tozala na bomoko tango nyoso. Amen. Totika satana ya kokabola biso te. Yes. Lolengo tosala ki pona Gevin soki mutu mususu asali likambo tosala lolenge kaka wana. Amen, amen. Vraiment nzambe na lola pambola bino. Yes. Apambola bino, apambola bino, merci mingi vraiment na geste. Amen, amen, amen. Yango na kokaye kokanga munoko na ngate na vanda nye. Mm-hmm. Na lekisango ina persi na linga eko kokate yango na lobi vraiment nzamba benir bino nyoso. Amen. To beteli Yesu maboko makasi. Alleluia. Mutasi.
Satan est. Yes, ou à foutre. Ou à la main, la liste, y'a bicoma.